Nou, Bob van Bob & Co. Hoe gaat het in de eerste instantie met jullie in coronatijd? Naar omstandigheden gaat het goed. We hebben sinds 3 weken een nieuw restaurant geopend. Die is precies 10 dagen open geweest. Dus dat is een flinke domper op hoe je het voor ogen zag. Alleen wat we al 6 jaar doen, het bezorgen, dat trekt wel enorm aan. Dus wat ons betreft, we mogen als ondernemer niet mopperen. En ondanks dat het vrij slechte tijden zijn, doen jullie toch iets voor de mensen om ons heen, toch? Klopt dat? Ja. Vorige week zijn er wat maatregelen genomen door de overheid met betrekking tot de zwakkeren binnen onze maatschappij. En dat zijn vooral verpleeghuizen, waaronder Zwaansborg, die geheel lockdown zijn, om het zo maar te zeggen. Zit je toch mee in je hoofd van, hoe triest is het eigenlijk dat soort mensen eigenlijk een gevangene zijn op dit moment. Geen vrijheid hebben om naar de Deen te gaan om hun 2 boodschapjes te halen. Of een familielid die op bezoek komt met een haringkie, wat toch voor hun een hoogtepunt van de dag is of van de week. Dat is ontnomen voor de komende periode. Dus heb ik eigenlijk spontaan iemand van Zwaansborg gebeld met het idee of we niet wat konden doen voor de mensen daar en voor de verpleging uiteraard. En toen heb ik voorgesteld om een broodje kroket af te leveren voor iedereen in Zwaansborg. Daar werd me eigenlijk meteen ja op gezegd natuurlijk. En vonden ze een top idee. Dus vandaar dat we vandaag voor 130 mensen een broodje kroket daar gaan afleveren. Ja, daar was ik inderdaad benieuwd naar. Van Zwaansborg, dat zijn toch aardig wat mensen. Hoeveel kroketten zijn er? 130, ja. Ja, ja. Maar ik heb begrepen dat jullie niet alleen Zwaansborg... We hebben inderdaad ook Philadelphia benaderd. Dat is toch een organisatie die wat minder bekend is in Monnikendam. Als ik het dan in Monnikendam contouren en niet in Waterland bekijk of de rest van Nederland. Daar zitten 16 bewoners met een beperking. En ook die zijn lockdown. Ook die mogen niet naar buiten. Dus het zou niet ver zijn tegenover die kleine groep mensen. Om te zeggen, Zwaansborg doen we wel en jullie vergeten we. Dus daar hebben we afgelopen zondag voor 18 personen de eerste broodjes kroket geleverd met onze actie. En hoe werd dat ontvangen? Nou, superleuk. Uiteindelijk kwam de verpleging 's middags nog een envelop brengen met tekeningen van en briefjes met top Bob, bedankt voor de lekkere kroket. Dus uiteindelijk doe je het daarvoor. Oké, en nu weer even naar dit moment. Jij gaat zo meteen 130 kroketten bakken. Heb je daar voldoende ruimte voor? Ruimte niet tekort op het moment. We zijn 2 keer zo groot gegaan 3 maanden geleden. Dus ruimte hebben we wel. Frituurcapaciteit is er wel, maar voor 130 kroketten in 1 keer gaat het niet lukken. Dus we doen het in 2. 2 keer 65 kroketten. Zometeen 3:50 gooien we de eerste rondes in. En dan komen zometeen twee jongens mij helpen. En dan ga ik rijden, bel ik Zwaansborg op dat ze de kar klaar moeten zetten voor de deur, want ik mag niet naar binnen. En dan gaan hun doorbakken, rij ik terug. En dan als de tweede ronde 65 kroketten ga ik nog een keer rijden. En dan is iedereen heeft zijn hoogtepunt van de dag, hoop ik. Dan kunnen ze gaan rennen in Zwaansborg om de broodjes te verdelen. Het is natuurlijk wel, je legt ook een last bij de verpleging. Verpleging is ook afhankelijk van de vrijwilligers. Ook die mogen niet naar binnen. Dus in goed overleg hebben we een dag en een tijd afgesproken waarbij ik totaal flexibel ben geweest. Want het maakt mij niet uit. Zeg jij maar welke dag en welk tijdstip, dan regelen wij wel de rest. Er is woensdagmiddag 4 uur tussen 4 en 5 uitgekomen. Dus ik denk dat ze zo meteen in de zaal zitten. Of ik heb geen idee. Ik zal er ook niet achter komen, want ik mag niet naar binnen. Maar Ik heb inderdaad begrepen dat ze tegenwoordig niet meer in de zaal mogen zitten. Normaal eten ze inderdaad gezamenlijk.
Dus ik denk dat ze nu allemaal op een kamer zitten. Dus vandaar dat ik zeg van... dat de verpleging moet gaan rennen om de warme broodjes af te leveren. Ik, tot aan de deur is mijn verantwoordelijkheid. En vanaf daar mogen zij het gaan regelen. Maar ik denk dat ze dat met liefde doen voor de mensen daar. Hartstikke mooi initiatief. Dankjewel. Ja, jullie bedankt eigenlijk toch wel. Ja, nou ja, als dit het... Het zijn gekke tijden en het spreekt al voor zich dat we hier staan om een broodje kroket wat dat teweeg brengt in de maatschappij van vandaag. En laten we hopen dat we zometeen 130 glimlachen hebben. En dan heb ik de grootste glimlach uiteindelijk. Fantastisch, dank jullie wel. Dankjewel. Graag gedaan. Zo, succes! Dank u! Tot ziens! Hoi!